Ken jij deze plant? En nee, het is geen buxus. Dit is Japanse hulst, een veelgebruikt alternatief voor buxus. Want het probleem met buxus, dat is dat die massaal werd opgevreten door, je raadt het al, de buxusmot. Japanse hulst, die heeft hier geen last van. Dus is het interessant om beide planten te gaan variëren. Wel, Japanse hulst groeit niet overal even goed. Waarom niet? Omdat die houdt van zure bodems. En in veel Vlaamse tuinen is de bodem niet zuur genoeg voor deze plant. Dus zomaar een buxus uit de grond trekken en vervangen door een Japanse hulst, dat kan tot problemen leiden. Daarom zoek ik in mijn onderzoek manieren om Japanse hulst wel te laten groeien op bodems die minder zuur zijn. We kunnen twee dingen doen. Ofwel aan de plant sleutelen, ofwel aan de bodem sleutelen. Aan de plant sleutelen doen we via veredeling. En hoe werkt dat? Door planten met gewenste kenmerken met elkaar te kruisen. Zoals een plant die er goed uitziet, met een plant die goed groeit. Op om het even welke bodem, of die nu zuur is of niet. Het doel is dan om nakomelingen te krijgen die beide eigenschappen combineren. Maar die nakomelingen zullen morgen nog niet in de winkel te vinden zijn. En daarom gaan we voor bestaande planten aan de bodem sleutelen. Wel, door bodemvoorbereiding toe te passen of door te bemesten. Zo kunnen we de bodem op een natuurlijke manier zuurder maken of er nutriënten aan toevoegen. Dus door te sleutelen aan zowel de plant als aan de bodem, zorgen we ervoor dat Japanse hulst ook goed kan groeien in onze niet-zure bodems. En zo zorgen we ervoor dat niet de mot, maar wij kunnen blijven genieten van onze tuinen. Met buxus en Japanse hulst.